أهلنا بك هلال سلام عليك رمضان أهلنا بك هلال سلام عليك رمضان إخواني أخواتي السلام عليكم بست فريندة بست زسترس أم برودرس ويلكم allemaal op Zedek TV en vandaag een grote verrassing. En met echt het plezier ontvangen wij onze jonge imam Nordine Attawil. Nordine Attawil is in Antwerpen geboren en getogen. Dat is wat hij mij net gezegd heeft buiten het scherm. Beste imam Nordine Attawil, Shaykhuna, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Het is een eer voor mij om deel te nemen aan deze programma van Zedeke TV. En eerst en vooral, ik wens alle moslims een gezegende maand. Maand Ramadan. En ook de niet-moslims die meevolgen, is altijd interessant dat zij ook iets weten over de Ramadan, want ze worden daarmee geconfronteerd met hun vrienden, buren, collega's. Van harte welkom iedereen. Ramadan is een speciale maand voor de moslims. Het is de negende maand van de islamitische kalender. En het is natuurlijk een van de zuilen van de islam. Dus in de islam hebben wij vijf pilaren, vijf zuilen. En de eerste zuil, dat is de shahada, dus het geloofsbelijdenis. De tweede zuil, dat is het gebed. Dus een moslim moet vijf maal zijn gebeden doen. En de derde zuil, dat is de zakat, de almoezen die men geeft aan de armen. De zakat, de verplichte zakat, dat is 2,5% van de vermogen, de spaarcenten die men spaart jaarlijks, die moet men geven aan de armen en de behoeftigen. En de vierde zaal, dat is het vasten van de maand Ramadan. Het vasten van de maand Ramadan is een verplichting. Ik ga er dieper ingaan, maar eerst... Straks, inshallah. Dus na de vijfde pilaar gaan we meer diep ingaan. Inderdaad, de vijfde pilaar, dat is de bedevaart, de hajj. Voor diegene die daar voor de middelen voor heeft of natuurlijk ook fysiek en financieel aan kan om één keer in zijn leven op bedevaart te gaan. Dat zijn de vijf zuilen van de islam. Dus één van die vijf zuilen is natuurlijk het vasten van de maand Ramadan. Barakallahu fik, Nordine Attawil, dank je wel. Het is helemaal duidelijk, echt duidelijk. Zelfs als ik geen moslim zou zijn, zal ik het goed begrepen hebben. Shukran, ja, je hebt wel gelijk. Eerst en vooral, vrolijke Ramadan voor iedereen, of je nu moslim bent of niet. Iedereen is welkom. En ik ga je nu het woord laten om echt dieper in de vierde pilaar van de islam in te gaan. Dat is het vasten, als ik me niet vergis ben. Ja, inderdaad. Het vasten is een zuiler van de islam, een pilaar van de islam, waardoor elke volwassen, gezonde moslim, dus dat zijn de voorwaarden, volwassen, gezonde, verstandige moslim, als deze voorwaarden van toepassing zijn, dan bent u verplicht om die maand te vasten, van zonsopgang tot zonsondergang. En wat is de bedoeling van het vasten? De bedoeling van het vasten is natuurlijk niet alleen maar honger lijden. Ja, dat is verkeerd. Dus we mogen niet drinken, niet eten, we mogen geen seksuele gemeenschap hebben of optisch eerder wat. Maar dat is niet het doel van het vasten. Het doel van het vasten natuurlijk, zoals wij kunnen lezen in verschillende overleveringen van de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, vrede zij met hem. Hij zei, men lam yada' qawla zuri wal amala bihi, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Dus de bedoeling is dat jij je eigen in controle houdt. De mensen, zoals in deze overlevering zegt de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, als je de slecht praat, niet... het roddelen over mensen enzovoort. Niet alleen maar roddelen, ook valse getuigenissen afleggen. Of slecht praat in het algemeen. Hè? Het gaat niet alleen maar uitsluitend over roddelen. Ja, het gaat in feite over je gedrag
die bepaalt of dat je aan het vasten bent of niet. Niet alleen maar honger lijden. Dan natuurlijk het vasten, zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, o gelovigen, kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Het vasten is voorgeschreven voor jullie, zoals het voorgeschreven was voor de volkeren voor jullie, die voor ons hier op deze aarde waren. Waarom? La'allakum tattaqun. Tattaqun, het taqwa, betekent in het Arabisch, ja, een vorm van bescherming, en wiqaya, en bescherming. Dus het vaste is eigenlijk om je eigen te beschermen. Uw geest te beschermen van slechte invloeden. Uw verstand te beschermen van slechte invloeden. Uw lichaam te beschermen van slechte invloeden. De ganse jaar eten wij dag en nacht allerlei soorten voedsel. En natuurlijk, niet alles is gezond. Soms eten wij ongezonde onregelmatig. Matig ongezond, ja, fastfood, zeg maar, je weet niet wat je eet eigenlijk. Sommige mensen zijn niet bewust bezig met wat ze eten. En soms eet je giftige zaken zonder dat je dat beseft. Dat heeft slecht effect op je gezondheid. Dus de Ramadan is eigenlijk, het vasten is om je eigen te beschermen, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is een soort grote onderhoud. Dus 11 maanden zijn we bezig met onze werk, met onze familieleden, vrienden, activiteiten, reizen. Maar eigenlijk in de Ramadan, ja, in de Ramadan, dan gaan we meer bezig zijn met te bezinnen eigenlijk. Met goed na te denken van, ja, met wat ben ik bezig eigenlijk? Als je slechte karakter hebt, dan moet je werken aan die slechte karakter. Als je slechte gewoontes hebt, dan moet je daaraan werken. Als je relatie met je familieleden slecht is, dan moet je eraan werken. Als je bijvoorbeeld gewoon goed bezinnen en nadenken van wat ben ik mee bezig met mijn leven, wat is het doel van mijn leven, zodat jij je levenskwaliteit kunt verbeteren. Imam Attawil, als ik het goed begrepen heb voor de mensen die de islamische religie niet kennen, zo ga ik me ook beschouwen, dat ik het gewoon niet ken. Tot nu toe, wat ik begrepen heb, is dat de Ramadan is eigenlijk geschreven voor de gezonde mensen en volwassenen. Ja? Voor mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen, altijd, die 30 dagen, mannen en vrouwen zijn verplicht, als ze volwassenen zijn, om aan de Ramadan te doen? Nee, er zijn een aantal uitzonderingen. Ja. Uitzonderingen die te maken hebben met de gezondheid van de mens. En uitzonderingen voor de vrouw. Ja, een vrouw, als ze ongesteld is, bijvoorbeeld haar maanstonden heeft, of juist bevallen is van een kindje, kraamperiode. Die vrouwen die moeten niet vasten. En die mogen ook niet vasten, eigenlijk. Maar ze moeten wel de dagen inhalen na de Ramadan. Ook vrouwen bijvoorbeeld die borstvoeding geven of zwanger zijn, die het moeilijk hebben met het vasten, die moeten niet vasten. Ja? Die mogen die dagen wel inhalen wanneer ze wel volledig sterk en gezond zijn. Dat zijn natuurlijk de details. Mensen kunnen altijd terechtkomen bij ons op onze e-mailadres en die vragen kunnen ze altijd stellen die wij aan u natuurlijk daarna gaan toelichten. Om ons antwoord te geven. We gaan natuurlijk niet in het detail van alles, maar wel blijven ruim en diep in het Ramadan zelf. En dus ja, wat ik ook overnam van wat u allemaal zei, is dat het is eigenlijk een soort werk en werken op zichzelf. Ja? Ja. En ik kan het wel eventueel benoemen als een jihad. Dat is eigenlijk de echte jihad. Want vaak horen we jihad, en de media of de klassieke media nemen vaak dat woord helemaal verkeerd uit. Dat is eigenlijk wat ik hier begrepen heb. Een jihad eigenlijk. Op zichzelf. Ja, inderdaad. De jihad, jihadun nafs, jihad al-akbar, de grote jihad, is natuurlijk tegenover je eigen. Hoe ga jij werken aan je eigen? Soms
ja, hebben wij hoogmoed, ja, omdat wij een hoge diploma hebben, of omdat wij heel veel rijkdom hebben, misschien, ja, we hebben heel grote families en stammen enzovoort. Dus je moet werken aan je eigen nederigheid. En er is een overlevering van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aisha, die vertelt, ja, dat hij in de Ramadan, ja, Ajwad al-Nas, hij was de ideale persoon in de Ramadan. Hij was vrijgevige persoon in de Ramadan. Hij deed meer zijn best in de Ramadan om liefdadig te zijn tegenover de zwakkelingen, tegenover zijn familieleden. Dat is de bedoeling van het vasten, want wij beseffen niet dat wij soms tekortkomingen hebben, dat we soms verkeerd reageren, dat we soms verkeerde woorden gebruiken, dat we mensen kwetsen, dat we enzovoort. Daaraan moeten wij werken. De relatie tussen mens en mens is zeer belangrijk. Zonder communicatie met uw familieleden, soms slagen wij er niet in zelfs om met onze kinderen te communiceren. En daarom, met Ramadan nu, vooral in de coronatijd, we zijn verplicht om thuis te blijven. En wel, grijp deze kans. Het is ook daarom dat we nu op videoconferentie zitten, door het verplicht optrekken, inderdaad. Gebruik deze periode dat je thuis bent om je relatie met je familieleden te versterken. Wees lief tegen hun. Zelf als vader, of als moeder, of als kind. Elk persoon, elk familielid moet een steentje bijdragen om die familiesfeer, een gezonde sfeer te creëren in uw huis. Ook in de Ramadan bijvoorbeeld. Ja, het gaat niet alleen maar over lekkernijen en lekker eten voorbereiden, maar ook probeer elkaar te begrijpen, probeer elkaar te ondersteunen, probeer elkaar te helpen. Probeer plannen te maken. Hoe kunnen wij ons leven verbeteren? Hoe kunnen wij onze communicatie met elkaar verzachten? Hoe kunnen wij lief zijn tegen elkaar? Hoe kunnen wij iets betekenen voor elkaar? Want het gezin is eigenlijk heel belangrijk. Als het daar gezond is, ja, dan groeien de kinderen in een gezonde huissfeer. En als ze zien dat zij echt zekerheid hebben van liefde en van stabiliteit, dan kunnen ze een positieve mensen zijn in de maatschappij, in ons land. Dan kunnen ze alle mensheid dienen. En dat is de bedoeling van het vaste. Sorry dat ik onderbreken heb, imam Attawil. Dus als ik het goed begrepen heb in samenvatting, Ramadan is dan voor u niet alleen het gebed en het stoppen met het eten en lustige aspecten, maar ook relatie met de familie, relatie met anderen en ook aan anderen denken, armoede. Dus eigenlijk geven. Dus dat is eigenlijk wat u, ja, denk ik, wat ik ertussen begrepen heb. Is het ook zo? Inderdaad. Dus de bedoeling van het vasten, van alles wat een moslim doet, is eigenlijk, hij moet zien dat hij voorbeeldig is, dat hij ten dienste is. Want de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat de beste onder jullie is diegene die het meeste nuttig is voor zijn medemens. Dus jij als mens zijnde, jij leeft hier voor een korte periode. Je moet weten, Hassan, vorig jaar, tijdens de Ramadan, waren er heel veel mensen die met ons hadden gevast. Die met ons de Ramadan hebben gevast. Maar de dag van vandaag liggen ze onder de grond. Ze zijn gestorven. Ja? En er komt een dag dat wij ook zullen moeten vertrekken. Dus we moeten bouwen voor de hiernamaals. Niet alleen maar hier in deze wereld. Hoe kunnen wij bouwen voor de hiernamaals? Door goede daden te verrichten. En een goede daad kan in iets kleins schuilen. Ja? Mensen denken van, ja, ik moet grote projecten doen, ik moet, ja, een weeshuis bouwen of steunen. Of... Nee, zoek de zwakkelingen in uw familie. Zoek de zwakkelingen in uw vriendenkring. Zoek de zwakkelingen in uw wijk. Probeer iets te betekenen voor de mensheid. En daarom, Ramadan, als jij als jonge man, ja, verslaafd bent aan een sigaret of aan drugs, of aan stelen, of aan liegen, of aan bedriegen, of aan iets dat eigenlijk negatief is. Probeer er vanaf te geraken. Je krijgt een maand lang om te oefenen,
om te oefenen om een vrome mens te worden. Dat is de bedoeling van het vasten. Waarom bidden wij? Waarom bidden wij? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran al-Karim: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wala dhikrullahi akbar. Dus de bedoeling van het gebed op zich is dat je wegblijft van alles wat slecht is. Alles wat bedriegelijk is. Alles wat. Dat is de bedoeling van het vaste. Jij bouwt een routine in je dag. Dan blijf je eigenlijk in relatie met jouw God. Dan blijf je in relatie met jouw God. En dan die herinnert je altijd aan van, hey, dat mag je doen en dat mag je zeker niet doen. Dus eigenlijk het vasten en het, zeker het, de maand Ramadan is een soort opvoedingsschool. Inderdaad, het is een opvoeding lichamelijk en geestelijk. Hè? Dus wij leren waarderen. Vasten, dus wanneer dat je vast, eerst en vooral laat ons praten over lichamelijk. Ja. Jij vast, jij leidt eigenlijk honger en dorst. Ja. En daardoor krijg je medelijding. Medelijding met de armen, met de behoeftigen. Met mensen die eigenlijk geen voedsel kunnen vinden. Ja, je moet weten dat er heel wat armoede bestaat in de wereld. Er zijn landen waar je geen zuiver water kunt vinden om te drinken. Ja. Er zijn andere landen waar je geen voedsel kunt vinden. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft heel wat voedsel, heeft u voorzien van alles. En dan ga je beginnen beseffen van, ah, ja, kijk, ik heb eten, ik heb drinken, kijk, corona, deze COVID-19 en deze quarantaine en deze maatregelen die onze vrijheid hebben beperkt, nu wensen de mensen eigenlijk alleen maar om te keren naar het normale leven. Ze beseffen nu wat voor gunsten dat ze hadden, wat voor vrijheid waar ze in konden leven. Dat is nummer één. Nummer twee, ook uw lichaam. Uw lichaam, je moet denken aan uw lichaam. Rasool sallallahu alayhi wa sallam, profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, heeft ons ook geleerd hoe dat wij moeten eten. Ja? Thuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li sharabihi, wa thuluthun li nafasi. Luqaymatin yuqimna sulbahu. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, je moet eigenlijk een paar hapjes nemen alleen maar om je honger te stillen. Ja? Een derde van je maag moet gevuld worden met voedsel. Een derde met water. En een derde moet je overlaten voor te kunnen ademen. Begrijp je? Dus daarom leren wij in de Ramadan eigenlijk met mate eten. Ja, onze maag die wordt kleiner. En dat is eigenlijk ook wetenschappelijk bewezen dat vasten gezond is. Want ja, onze lichaam, subhanallah, is een wonder op zich. Ja, ga en praat met mensen die in de geneeskunde zitten en mensen die ga inderdaad straks een aflevering bewerken met ook een gast. En hij is wetenschappelijk, het is dokter Talib El Mehdi. Die gaat onze gast zijn binnen een dikke half uur, inshallah ook. En daar gaan we natuurlijk, we gaan zien of we jullie alle twee eigenlijk eens komen. Inshallah, geen enkel probleem. Wetenschap is zeer belangrijk. En alhamdulillah, wij leren heel veel van wetenschap. En alhamdulillah, ook al Koran al-Karim. Vele mensen die de Koran niet hebben bestudeerd en die denken van ja, dat gaat alleen maar over gebed en over de hajj en over het vasten. Nee, de Koran bevat wetenschappelijke informatie over geologie, over zoologie, over embryologie, over prachtige uitleg in verband met de wetenschap. Maar inderdaad... We zijn nu al... Ik dacht van, we gingen een 20-tal minuten maken. En het is ongelooflijk interessant en u spreekt zo mooi. Het is ook aangenaam met u te zijn. We zijn al aan onze 20e minuut. Wij moeten jammer genoeg afronden, anders wordt het te lang voor onze kijkers. Wat wij gaan doen, sowieso met uw akkoord, inshallah, dat wij vaak terugkomen in deze maand, inshallah, heilige maand Ramadan. En we gaan het hebben, als u het wil, over die vijf pilaren van de islam. U bent begonnen met de vierde. Het gaat over het vasten. Daarna komen we eventueel terug naar de eerste, tweede, derde en de vijfde. Wat zegt men in het Nederlands? Wat onbekend is, is onbemind. Mensen vaak
wanneer ze eigenlijk niets kennen, dan zijn ze gewoon bang. Zoals Averroes, de filosoof Averroes, zegt van, ja, u weet allemaal, wat u niet kent, krijgt u eigenlijk schrik van, schrik brengt haat, en haat brengt geweld. Dus wij gaan natuurlijk zeker vast terug, en dankzij u, dankzij Allah, dankzij u, inshallah, gaan we gewoon mensen kunnen gewoon uitleggen hoe allemaal het zit hier, en hoe het allemaal zit bij de andere kant. En vaak zitten we allemaal mee eens, want iedere religie praat over liefde, iedere religie praat over respect, en het moet gewoon in praktijk gewoon gedaan worden. Dus nu heel snel, we nemen nog eens 2 minuten, in praktijk. Nu zitten we in optrek. Hoe beleeft u Ramadan? En hoe raadt u de moslims Ramadan te beleven? Met zichzelf, met hunzelf en met de anderen die geen moslim zijn? Ja, natuurlijk. Het is zeer belangrijk, zoals ik er juist heb gezegd, vooral in de tijden van corona, de maatregelen toepassen natuurlijk. Zeer belangrijk dat men afstand houdt. En vooral als men boodschappen gaat doen, doet dat op tijd en niet op het laatste moment. Zodat men die voorbeeldig is tegenover zijn medemens. Ook Ramadan is zeer belangrijk om na te denken aan uw bejaarde vrienden, buren of mensen die niet zo goed te been zijn. Daar schuilt heel wat hasanaat. Denk aan de zwakkeren in onze maatschappij. Als je geld kunt doneren, als je eten kunt doneren, als je een glimlach kunt doneren, is ook goed. Als je een goede woord kunt verspreiden, is ook goed. Wees een vriendelijke mens. Wees een lieve mens tegenover mens en dier tegenover elke mens. Niet alleen maar moslim. En de bedoeling is dat je het ook na Ramadan blijft doen, hè? Ja, dat is de bedoeling. Je moet nu oefenen. En na de Ramadan, moslim wordt verwacht van hem dat hij altijd goed is. Dat hij altijd lief is. Dat hij altijd zachtmoedig is. En vooral de buren, de niet-moslims, niet storen. Vooral. Namelijk, wij eten 's avonds, 's nachts en wij bidden. U kunt thuis bidden, individueel. U kunt tarawih thuis perfect doen, individueel. Zoals jij uw fajr bidt, 2 rakaat. Ja, reciteer de sura die je van buiten kent. Zelfs als je alleen maar sura al-Fatiha herhaalt, is geen enkel probleem. De bedoeling... Kunt u ook eventueel bidden met de Koran in je hand? Die tarawih, ja, kan dat? Ja, diegenen die natuurlijk de Koran kunnen lezen, die mogen de Koran in hand nemen en een aantal bladzijden, 1 bladzijde of 2 bladzijden lezen en dan de rukoo doen en de sujud. Je kunt dat maar mag ik nog eens een vraag? Eigenlijk, ja, ga maar. Eigenlijk feitelijk tarawih gebeden en alle vrijwillige gebeden, de beste plaats om dat te doen, is bij u thuis. En dat is de raad van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, niet in de moskee. De moskee is uitsluitend voor de verplichte gebeden. Voor kort en dan naar huis gaan. Ja. Een vraag, wat tarawih. Voor mensen die bekeerd zijn, die geen Arabisch lezen, kunnen ze tarawih lezen in een Koran die vertaald is in het Nederlands? Kan dat? Dat is een technische vraag, denk ik. Dat gaat niet. Nee, ze kunnen bijvoorbeeld gewoon... Kunnen ze dan eigenlijk lezen in het Nederlands? Niet fonetiek, maar Nederlands. Kan dat? Nee. Dus dat zij moeten fonetiek lezen. Fonetiek lezen dan. Nee. Fonetisch, dat gaat niet. Gebed, dat moet in het Arabisch. Nee, fonetisch, dat betekent dat ze eigenlijk in het Arabisch lezen, maar in fonetiek, in Romeinse letters. Maar mijn eerste vraag was, kunnen ze dan de vertaling van de Koran lezen en mee bidden? Dat is mijn vraag. Nee, dat gaat. Het moet Arabisch klinken. Ze kunnen wel de Surat al-Fatiha herhalen, als ze dat kennen. Of de kleine surah die ze van buiten hebben geleerd. Of als ze niks kennen, moeten ze gewoon Allahu Akbar of Subhanallah zeggen. Dat is genoeg, dat is voldoende. Maar ze mogen wel de Koran dan nemen, die eigenlijk fonetisch geschreven is. Het is wel uitsprekend, Arabisch uitsprekend en fonetisch. Dat mag wel. Nee, dat mag ook niet. Dat mag ook niet. Nee. Ja, dus men mag niet Arabisch lezen, bijvoorbeeld? Arabisch, als je de Koran goed kunt lezen, perfect kunt lezen, dan mag je de Koran van de Koran, Koran gebruiken. Ja, dat is de bedoeling. Want fonetisch lezen, dat is eigenlijk, je leest Arabisch, het is alleen de letters, bijvoorbeeld Allahu Akbar, het is met de A, L, R, A. Hassan,
حسن قرآن سني علي مقرب قرآن سن is een tekst, is een religieuze tekst. Er is een vak die je moet leren, zoals het tajweed, hoe je de Koran moet lezen. Het is niet alleen maar zomaar een gewone Arabische boek die je aan het lezen bent. Hè. De Koran is een heilig boek. Die teksten, er zijn bijvoorbeeld heel wat kinderen die naar de Koranscholen gaan, en die leren dat. En al die kinderen die kunnen bijvoorbeeld thuis de gebeden voordoen. Ja. Die kunnen bijvoorbeeld, ik noem ze de junior imams, hè, die naar de jama' gaan en de Koran leren in jama', die kunnen bijvoorbeeld thuis imam spelen. Ja, die mogen dat. Ja, die kunnen de Koran nemen en vanuit de Koran lezen. Er zijn bijvoorbeeld heel... kunnen beheersen, het Koran lezen kunnen toch wel correct kunnen beheersen, om dat te kunnen doen. Ja. Voor de rest, de algemene moslims, zeggen wij, lees gewoon de surat die je van buiten hebt geleerd. Ja, zoals alhamdulillah rabbil alamin. Als je gewoon een Fatiha kent, dat is voldoende. Dus telkens na het werk'at moet je je gebed beëindigen met assalamu alaikum, assalamu alaikum. In maximum, er is geen maximum eigenlijk. Je kunt bidden zoveel dat je wilt, zoveel dat je kunt. Twee rak'at, vier rak'at. Maar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft in totaal 13 rak'at tarawih-gebeden gedaan. Per dag. Ja, inclusief Shfa'ulutr. Dus eigenlijk 8 plus de 3 van Shfa'ulutr. Imam Noordin Attawil, dank u wel. Wij zitten aan 27 minuten 14 seconden. We zitten 7 minuten boven onze tijd. Maar het is zo altijd aangenaam om met u in gesprek te komen. Ik ga het heel snel houden aan dus Ramadan, wat wij van onze imam Noordin Attawil uit Antwerpen gehoord hebben. Ramadan is het vasten. Het begint en het start vanaf het zonsopgang tot en met zonsondergang. En tussen die twee tijden mogen we dan eten en ook relatie hebben met zijn vrouw of met haar man. Dat kan ook tussen die twee tijden. En Ramadan is ook een school waar men de grootste jihad moet uitvoeren. Dat betekent zich kunnen opvoeden tegenover anderen. En wat belangrijk is, wat meneer Imam Attawil gezegd heeft, is de relatie met anderen, met zijn familie, met zijn kinderen, met zijn vriendenkring, met zijn buren, met mensen in het algemeen. En natuurlijk, dat is het. Wat betreft het gebed, het tarawih kunt men thuis doen. Wat u gezegd heeft, is dat de tarawih is eigenlijk beter dat u het thuis doet dan in de moskee, omdat het eigenlijk niet verplicht is, maar wel aangenamer is of beter is tegenover... Op zich, als ik het zo goed begrepen heb, tegenover Allah, je bent alleen tussen u en uw God. En dat is wat meneer Attawil nu gezegd heeft. Dat is het, meneer Imam Attawil. Noordin, heeft u misschien een laatste woord voordat we afscheid nemen? En we komen natuurlijk, inshallah, weer terug wanneer het goed ontvangt, inshallah. Inshallah, ik wens iedereen een gezegende vaste periode. En inshallah ta'ala, maak heel veel dua. Vraag aan Allah als je verdrietig bent, als je een job zoekt, als jij een partner zoekt, als jij een kind wenst. Vraag aan Allah, want de maand Ramadan is de maand voor dua. Jij zult niets verliezen. Je hoeft niet te betalen voor die dua. Je moet het gewoon vragen. Allah zegt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَى. Als een dienaar achter mij vraagt, zeg tegen hem, ik ben zeer dicht bij hem. Hij moet gewoon vragen en ik beantwoord zijn vragen. Tot ziens. Ik heb gisteren ook een programma gemaakt met de imam Sheikh Tushgani Mohammed. Dat was in het Arabisch. En ik heb dan een kleine samenvatting gemaakt in het Frans. En hij heeft ook gezegd van Ramadan is echt speciaal, omdat het ook de maand van de Koran is. De Koran is eigenlijk in Ramadan gekomen. Ja, inderdaad, geopenbaard geweest. De Koran is eigenlijk, de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam kreeg elke nacht in de Ramadan bezoek van de engel Jibril, ja, om de Koran te bestuderen met hem. Dus de Koran was geopenbaard geweest in de Ramadan. De Ramadan is de maand van de Koran. Probeer Koran te leren lezen. Er zijn heel wat YouTube-kanalen waar je van nul kunt beginnen Koran leren lezen.
en te reciteren. Prachtig, geloof mij, als jij de Koran leert te lezen en reciteren, je gaat genieten, je zult genieten van de recitatie. En er zijn heel de meeste niet-Arabisch-talige mensen in de wereld, ja, die zijn het meest die de Koran van buiten kennen. Bijvoorbeeld in India, bijvoorbeeld in Bangladesh, bijvoorbeeld in Afrika, bijvoorbeeld in Pakistan, bijvoorbeeld in Caucasische landen zoals Uzbekistan, ja. Tajikistan, Turkmenistan. De grootste geleerde van de hadith is de imam Bukhari, de imam Tirmidhi, de imam Nasa'i, de imam Muslim. Dat zijn allemaal niet-Arabische mensen die zich hebben verdiept in de islam. Dus doe dat. En je zult zien, als hoe meer dat je je eigen verdiept in de boodschap van God, hoe meer dat je dat kunt begrijpen en hoe meer dat je dichter bij God komt. Okay. Imam Nordin Attawil, echt bedankt voor alles. Bedankt om aan onze vraag te antwoorden. Bedankt om hier te zijn met ons. Shukran, barakallahu, beste kijkers. Tot de volgende keer met Nordin Attawil en ook andere gasten. Assalamu alaikum. Ja. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات العالمين أنزل القرآن أهل بك يا هلال سلام عليك يا رمضان أهل بك يا هلال سلام عليك يا رمضان.